Het was weer een hectische week, afgelopen week. Wat heb jij ervan gemerkt? Niets. Nee, nee, niet echt. Ja, je hoort af en toe, hoor je, her en der hoor je wel wat geluiden. Maar goed, ja, als je weet bij Sparta, we zijn de topclub met Willem II, denk ik, van de eerste van de Jupiler League. Dan weet je, als je twee wedstrijden verliest, dat er wat heibel kan ontstaan. Maar ze zijn niet zo alleen boos over de slechte resultaten, maar ook over het slechtere voetbal. Dat was natuurlijk beloofd door de trainer, joh, we gaan lekker aanvallend spelen. Dat zit er niet in. Ook daar zijn ze ontevreden over. En natuurlijk het beleid wat al langer speelt, al langer sinds dat jij hier bent. Nou, ik denk dat het meer te maken heeft met afgelopen twee jaar. Ik denk dat het daar ook wel een beetje van een soort van frustratie in zit natuurlijk. Dat je niet gepromoveerd bent naar de Eredivisie. Dit seizoen hebben we afgelopen 11 wedstrijden, voor de laatste twee hebben we niet verloren. We hebben 2 gelijk en 9 gewonnen. Dat is gewoon een uitstekende serie. Ja, dan verlies je twee wedstrijden en dan krijg je toch een beetje weer rumoer. En dat heeft niet te maken, denk ik, met dit seizoen, maar eerder met de afgelopen jaren. Dat één ding maar opstaat voor ons en dat is gewoon promoveren. Want dan krijg je dus iedereen rustig en iedereen weer tevreden. Snap je die supporters, dat rumoer is ontstaan? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, als je 2 jaar de Jupiler League speelt, met alle respect, ze willen gewoon naar de Eredivisie. En daar geef ik ze geen ongelijk in. Alleen, het kan natuurlijk niet zo zijn dat je hele jaar geen wedstrijden verliest. En vooral ploegen als dat van ons, we zullen heus wel nog een keer een wedstrijd verliezen. Het moet niet te vaak gaan gebeuren, maar goed, je gaat wel wedstrijden verliezen. Daar tegenover staat dat we gewoon keihard moeten blijven werken. En zorgen dat we zoveel mogelijk punten bij elkaar halen. Zodat we aan het einde in ieder geval, wat ik altijd heb gezegd, uiteindelijk aan het einde op die plek moeten staan waar we willen staan. Nu was er gisteren een supportersoverleg. Ze spraken over mogelijke acties aankomende vrijdag al. Ze zeiden ook van, nou, het gaat niet alleen om de resultaten. Het gaat om meer dan dat. En ze verwijten jou niet eens zo heel erg veel. Alleen ze zeggen ook, jongens, het is 1-12. Hoe lang gaat het nou nog door? Want ook vorig jaar is een trainer pas in hun optiek te laat weggestuurd. Ja, maar die kritiek is er vanaf het begin van het seizoen al geweest. Dus het is niets nieuws. Ik denk dat zij misschien hebben zij een ander beeld van hoe er beleid moet gevoerd moet worden. Ik denk dat daar een beetje de frustratie vandaan komt. Enige wat ik kan zeggen, vragen aan de supporters, is gewoon, ja, blijf achter je ploeg staan. Zoals dat altijd gebeurt. Zoals dat ons altijd hebben gedaan, ook bij Dordrecht, na 0-3 achterstand. En blijf je ploeg en club steunen. En dat is het enige wat ik hierop kan zeggen. Nou, de wedstrijd tegen Helmond Sport, een paar dagen daarna, ga jij ook in gesprek, hè, met de supporters. Dat klopt? Ja, dat hoorde ik. Ik heb het nog niet zelf, ik heb het zelf nog niet gehoord. Maar als ze willen praten, dat kan altijd, toch? Ik bedoel, daar sta ik altijd open voor. En als ze vragen hebben, dan mag dat. En, maar goed, ik zeg nogmaals, ik denk dat de frustratie niet zozeer het verlies is. Tuurlijk, weet je, als je verliest, dan komen dingen weer naar boven en dan gaat het weer borrelen. Maar dit heeft gewoon te maken met de afgelopen 2 jaar en dit jaar ook weer. Ja, toch de angst dat je niet naar de Eredivisie gaat. Want dat is eigenlijk uiteindelijk het doel. Niet alleen voor ons, maar van iedereen. Iedereen wil graag naar de Eredivisie. Alleen, zo makkelijk gaat dat niet.